Vlak voor haar laatste adem wil Natacha Harlequin, 50, een bijzondere wens vervuld zien: een krookie paprika chipje in haar mond, verkozen boven lees vanwege de intense zoutigheid. Natacha, die bekend staat om haar liefde voor eten ondanks haar onvermogen om te koken, deelt haar culinaire geneugten, waaronder kip met fel- en koolhydraatrijk Surinaams eten. Haar ultieme zwakte: paprika chips, waarbij ze duidelijk haar voorkeur voor team krookie benadrukt vanwege de onweerstaanbare zouten smaak. De weekendinterviewster ontdekt dat Krookie Paprika Chips extra E621 bevat, ook bekend als mononatriumglutamaat, dat een onweerstaanbaar smaakeffect heeft. Natacha, met een lach, deelt haar plan om zelfs na haar overlijden een zakje krookie Paprika Chips in haar kist te hebben, samen met haar geliefde highlighters en eyeliner. Hoewel Natacha momenteel hard werkt aan haar gezondheid en langzaam maar gestaag gewicht verliest onder begeleiding van een diëtiste, benadrukt ze de uitdaging van haar verschijning op camera's. Ze streeft naar nog eens 6 kilo gewichtsverlies en heeft ambitieuze sportdoelen. Tot slot deelt Natacha haar verlangen om op de koffer van Boomers Held te staan, waarbij ze pleit voor representatie van vrouwen boven de 50 die worstelen met afvallen en voeding, in tegenstelling tot de veel voorkomende wasbordjes op de koffers van mannenbladen.